Imran Duran komt eraan met veel gejuich. En de fans worden wild. Ja, deze flashy jongen met zijn gekke trappen, zijn heel harde stoten. Hij heeft heel harde stoten. Ik wil deze nog eens onderlijnen. Die KO-power zit bij hem in het arsenaal. Hij moet gewoon ervoor zorgen dat hij niet slordig gaat vechten. Dat is interessant om te zien. Dat is interessant om te zien. Zijn tegenstander in de blauwe hoek, vechtend voor 8 limbs, Milan Westerlink. Deze twee jonge talenten gaan het vandaag tegen elkaar opnemen en we gaan eens zien wie dan de betere uit gaat komen. De tegenstander ziet er zelfzeker uit. De tegenstander Milan ziet er heel zelfzeker uit. Ja, al de hele dag hebben we hem een paar keer tegengekomen. Oh, veel de blik aan het geven en zo. Maar ja, hij zit waarschijnlijk in fight mode. Spanning is te snijden hier. Ja, Milan met een grijns, met een zeer zelfzekere grijns naar Imran toe. Die kan niet wachten. Nu gaan we zien waar alles op draait. Ronde 1. Ja. En daar gaan we. Ik ben meer nerveus voor deze partij als voor mijn eigen partij. Let's fight! Oh, no glove touch, ja, van Imran Duran. Van Imran. Dat had hij tegen mij al gezegd voor de partij, dat hij er niet voor ging gaan. Milan is offensief aan het nemen. Imran. Oh! Prachtig van Imran. Dat is die power van Imran Duran. Imran goed gefocust. Oh. Goeie dekking, mooie combinaties. Oh! Hey. Op de schouder van Imran. Een beetje onsportief gedrag. Een klein beetje. Kan gebeuren natuurlijk. We kennen zijn intentie niet. De fans hebben het niet graag. Milan wordt uitgejouwd momenteel. Imran. Oh. Heel mooie combinaties. Heel mooie combinatie van Imran. Milan gaat wel niet achteruit. Milan gaat wel niet achteruit, dat moet ik hem geven. Maar Imran is heel mooi aan het combineren hier. Oh. Mooi op lichaam aan het werken. Moet wel wat meer naar de benen gaan, vind ik. Mooie duwtrap en een mooie low kick van Imran. Imran, die rechtshoeken van hem zijn zwaar. Ja, inderdaad. Ik zeg het niet alleen omdat hij een kameraad van mij is. Ik heb die gevoeld. Ja. Mooie binnenkant trap van Imran. Hey, dat zijn 3 punten binnen voor Imran Duran. Een antwoord van Milan. Goeie low kick van Milan. Mooie low kick. Die heeft Milan gevoeld. Milan. Oh, mooie duwtrap. Dat was naar het hoofd. Opletten. Daar moeten we mee opletten. Dat is heel gevaarlijk. Milan kan precies moeilijk gebruik maken van zijn reach tot nu toe. Weer een mooie combinatie van Imran. Mooie hoge trappoging van Imran. Hij is mooi aan het afronden met trappen. Hij is al geduldiger aan het vechten. Milan houdt zijn grond. Einde van de eerste ronde. Einde van de eerste ronde. Imran klaar om te gaan.
stare down. Het is duidelijk dat er bad blood is tussen hen. Lekker spannend. Het is heel duidelijk dat er bad blood is. Let's go! Let's go! Fans worden wild! Let's fight! Voor Remy Landuran! Imran, goed vastgehouden. Daar die trap vangen en die mooie counter. Ja, dat is de laatste stoot van Imran. Hij moet rustig blijven, hij moet niet wild gaan. Milan is mooi terug aan het vechten. Ze zijn Imran mooi achteruit aan het duwen. Ze zijn beide op volle kracht aan het vechten, dat is wel duidelijk. Was dat alweer een knie naar het gezicht? Nee. Nee. Net niet, denk ik. Volgens de scheids niet, volgens Imran wel. En een lage trap. We gaan verder. Na een korte onderbreking. Als ik Imran was, had ik mijn tijd genomen een beetje daar. Oh! Yeah, wat is dat? De knie van Milan. Milan met een mooie knie naar Imran. Maar Imran met proper bokswerk. Voor die rechterhand moet Milan toch wel Superman oppassen van Imran. Van Milan. Imran is een beetje afwachtender deze ronde. Probeert de dekking open te krijgen. Weer een lage trap. Tweede keer een lage, knie. Imran klaagt voor een nutshot. En twee keer op een rij. Misschien dat hij nu wel zijn tijd pakt. Nog één keer en de scheids gaat een minpunt aftrekken, denk ik. Een goede low kick van Milan. Een mooie low kick. Over Imran zijn hoofd getrapt. Imran met de binnenkant de trap. Een mooie linkse jab. Oh! Dat was een mooie duwtrap van Milan. Imran die countert met de low kick. Imran ziet er een beetje moe uit. Milan is mooi aanvallend aan het werken. Inderdaad. Milan heeft een... Is een wave, ja. Ja. Imran die deinst niet terug. Oh! Mooie uppercut van Imran. Einde van de tweede ronde. Ja, einde van de tweede ronde. Ik denk dat einde van de tweede ronde. Beide vechters zien er al wat meer moe uit dan op het einde van de eerste ronde. Die extra emotie die erbij komt kijken, maakt de tank ook al wat sneller leeg. Als er sowieso extra kwade emoties bij komen kijken. Maar dat zorgt natuurlijk ook wel voor een leuke partij. Gepassioneerde partij. Dat het 1-1 is. Eerst, natuurlijk, ik weet niet of de juryleden dingen gaan nemen of de lage trappen. Milan is al klaar. Hij gaat naar de center of the ring. Om Imran naar het midden te roepen. Derde ronde. De beslissende ronde nu. Dames en heren. Let's fight! Imran met de strijdkreten van het publiek. Gevaarlijke knie naar het hoofd. Ja. Van Imran. Het reach advantage hier kan daar een rol in spelen. De lange benen van Milan zijn een probleem. Ja. Imran moet een beetje meer hakken op die benen. Een mooie sweep attempt van Imran. En die low kick voor die punt te pakken. Die is niet aangekomen van Milan. Lekker. Imran is een vechter die in de derde ronde altijd wakker schiet. Zeer goede dekking van Imran. Zeer goede dekking. Dat is een duw. Scheidsrechter, dat is illegaal. Scheidsrechter, dat mag niet. Milan ziet er moe uit. Maar je weet dat hij zijn laatste energie moet opmaken nu. Imran, mooi punt aan Imran pakken. Moet deze laatste ronde beter zijn best doen om deze partij te pakken. Milan is mooi vooruit aan het gaan wel. Die duwtrap is een groot probleem.
de kracht is aan het ontbreken een beetje in de laatste ronde. Beide vechters zijn uitgeput. Ja, beide vechters zijn uitgeput. Een zeer mooie linkshoek. Imran ziet er vermoeid uit. Dan gaan die duwtrappen zijn naar het lichaam. Hebben een beetje zuurstof afgepakt. Die klap hebben iets gedaan. Milan ziet er ook mooi uit. Inderdaad. Geen punch to his power. Mooie combinatie van Imran. Is mooi punten aan het pakken. Milan met de laatste show. Milan show aan het maken. Einde van de derde ronde. Einde van de derde ronde. Een zeer mooie partij. Beide vechters hebben heel mooi gepresteerd. En het was een leuke show. Een zeer leuke show. Ja, deze duw vind ik... Op de replay, dat is toch wel een puntje waard. Ja. Die duw vind ik een punt aftrekken, omdat dat is een illegale duw, dat mag niet. Ja. Dat is illegaal. Dat is hetzelfde gebeurd bij Tyson Fury tegen Dillian White. Daar zijn ze voor naar de jury gegaan en gezegd dat die duw eigenlijk niet mocht. Maar ja, daar werd geen rekening mee gehouden, omdat Dillian White al KO was gegaan. Okay. Maar zo'n hier duw... In dit geval kan het wel uitmaken natuurlijk. Dat mag normaal niet. En als je die duw gaat samentellen met de knieën naar het hoofd... En met de meerdere en de lage trappen. Lage trappen tussen de genitalia area. Persoonlijk dat dan vuile gevecht was van Milan. And you can add me. I don't care. Nou, we gaan zien wat ze zeggen. Hoeveel punches en hoeveel kicks. En de uitslag van deze wedstrijd is onbeslist. Voilà, ja. Onbeslist. Hier gaat een rematch van komen, denk ik. Hier gaat een rematch van komen. Ja, Milan is al nee aan het wijzen, maar die low Milan kicks van Imran hebben het verschil uitgemaakt. En zeker die vuile vechtstijl. Milan is boos. En de trofee kapot gemaakt. Milan uit zijn frustratie. Op heel onsportieve gedrag. Hij was alleen sportief omdat hij dacht dat hij had gewonnen. Dat was het. Imran met toegejuich van het publiek.